De Nationale Antidrugsraad heeft vandaag een leerkrachtendag georganiseerd in Stibula. Het doel was om de bewustwording onder de leerkrachten te vergroten ten aanzien van het drugsgebruik en de drugsverkoop aan kinderen. De NAR, het PCS en de Stichting Liefdevolle Handen willen leerkrachten er bewust van maken dat kinderen op steeds jongere leeftijd drugs en alcohol gebruiken. De voorzitter van de NAR, Dayasankar Mathura, hield de leerkrachten voor dat drugsgebruik bij volwassenen hun eigen verantwoordelijkheid is. Bij kinderen kan dit echter vroegtijdig verholpen worden. Maar wanneer we praten over de jeugd, de schoolgaande jeugd, zelfs de drop-out, de jeugd, de jongeren die in het beginstadium staan van een maatschappelijke carrière, op de maatschappelijke ladder hun eerste stap hebben gezet, dan dienen zij begeleid en gevolgd te worden. En het fenomeen in Suriname is erg bekend. Meneer Koster heeft hier een paar staaltjes natuurlijk geproduceerd van wat zich in Latour voltrekt, of wat zich in Suriname voltrekt, de trends. Maar wij gaan ook wetenschappelijk te werk. Volgens Mathura is het behandelen en begeleiden van drugsverslaafden nog taboe in Suriname. Het is daarom van groot belang dat leerkrachten op school al ontdekken als leerlingen zich met drugs bezighouden. Uw insteek om toch aan te melden is toch ook voor ons belangrijk, omdat wij die strijd niet willen opgeven voor de jeugd. En wij gaan één vuist moeten maken. Er zijn drie dingen die je in het leven kan doen. Raise your voice. Of je bent loyaal en je gaat mee in het traject. Je mag protesteren, maar je mag ook loyaal zijn en het beleid ondersteunen. En het derde is quit. U geeft het op en u loopt weg. Wij geven nooit op. Tot in de dood niet. Wij verheffen ons stem en wij gaan loyaal ons opstellen aan elkaar. Loyaal aan die kinderen die het nodig hebben om hun toekomst te doen verzekeren. De voorzitter van de Nationale Antidrugsraad, Dayasankar Mathura. Hij sprak vanmorgen de leerkrachten toe tijdens de viering van de Leerkrachtendag in Stibula te Latour. Na de toespraak van de voorzitter werden er presentaties verzorgd door de NAR en het Psychiatrisch Centrum Suriname.